Rotterdam staat dit jaar in het teken van Erasmus. Maar wat weten Rotterdammers eigenlijk over deze grote denker? In de Openbare Bibliotheek Rotterdam wordt woensdag de Erasmus Experience geopend. Reden genoeg om de straat op te gaan met die vraag. Vertel eens even, weet jij wie Erasmus eigenlijk is? Nee. Nee, echt niet. Volgens mij, ja, ik weet wel dat het ziekenhuis is, maar dat zou wel volgens mij een dokter zijn. Wie is Erasmus? Nou, dat is een man van geschiedenis. Heb ik gezien, geschiedenisboek of zo. En weet je wat hij gedaan heeft? Nee. Kom maar op, wie is Erasmus? Ja, ik schaam me wel een beetje als echte Rotterdammer zijn. Ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Nee. Een van de grootste denkers van het land. Oké, ja, dat ben ik zelf niet, dus waarschijnlijk weet ik het daarom niet. Ja, een filosoof uit Rotterdam heeft hier zijn eigen brug. En de universiteit is naar hem vernoemd. Niet wie hij is. Kennen jullie wel de gebouwen die naar hem vernoemd zijn in Rotterdam? Volgens mij één brug. En ja, hij was gewoon heel vooruitstrevend. Ik zou dit moeten weten. Dus je studeert filosofie. Nou ja, ik ken wel de Erasmus Universiteit natuurlijk, de Erasmusbrug, die ken ik. Dat is het wel een beetje. U schijnt te weten wie Erasmus is. Nou ja, hij heeft de Lof der Zotheid geschreven. En ergens hier staat een beeld van Erasmus, daarachter bij de Laurenskerk. En hij heet Desiderius. U weet al meer dan de meeste Rotterdammers. Ja, nou misschien omdat ik geen Rotterdammer ben.